Yes, dames en heren, super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan deze video voor de 3000 likes. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks meer te missen over Fortnite. En als je zou willen, kun je natuurlijk ons supporten in de itemshop met de support en creator code. Te veel gevraagd. Wie de code ook even gebruikt is Mr. Meister, Grieks ei 2005 en te veel gevraagd. Ik hoop dat ik in de ochtendvideo kom met jullie zak te veel gevraagd. Hij heeft namelijk de Waterworks gekocht. Echt heel erg bedankt Mr. In ieder geval, dikke vette shout-out naar jou. En voor de winnaren van de afgelopen weken die eigenlijk gisteren een code zouden moeten krijgen, het is jammer genoeg niet gelukt. Dus het spijt me oprecht, maar ja, vandaag gaat het niet meer lukken, omdat ja, we hebben vandaag de Dutch YouTube Gathering. Maar maandag, jullie code. Mensen, laten we snel doorgaan naar het volgende ik bedoel het eerste topic, want ik heb best wel wat leuke dingetjes. En het eerste dingetje gaat natuurlijk weer eventjes over het geunvolte wapen. Namelijk gisteren om 3 uur werd de Tactical Submachine Gun geunvolt. En damn, wat was ik daar blij mee. Er was al een leaker die dit had geleakt dat het ging gebeuren. En het is uiteindelijk inderdaad ook gebeurd. De Tactical Submachine Gun, die zit erin op dit moment dat je de video misschien wel kijkt. Om 3 uur in de middag wordt hij jammer genoeg weer gevalt. Dat is aan de ene kant wel jammer. Ik heb er gelukkig mee gespeeld. Zag je misschien ook al gisteren in de gameplay. Ik had hem namelijk 4 keer in mijn inventory zitten. Vond ik wel grappig om te doen. Het enige nadeel was ammo op een gegeven moment. Maar hey, dat doet er niet toe. In ieder geval de Tactical Submachine Gun. Super chill wapen. Het enige nadeel is nog wel dat de audio een beetje luid is. Of lag het aan mijn headset? Nou, ik weet het niet. In ieder geval, ik vond hem best wel luid aan de oren. Maar ja, om 3 uur krijgen we dus weer een nieuw wapen. Dus ja, ga dat sowieso eventjes checken. Goed jongens, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit mensen gaat over de rubberen eend, die natuurlijk vanuit Lucky Landing helemaal richting Loot Lake is gedreven. En op dit moment, tenminste op dit moment dat ik de video maak, moet hij een beslissing maken. Hij staat namelijk voor de waterval richting Loot Lake. Eigenlijk naast Neo Tilted dus. En wat gaat hij hier doen? Gaat hij erop? Gaat hij er doorheen? Blijft hij daar drijven? We weten het niet. We weten überhaupt niet wat deze drijvende eend precies betekent. Enigszins wel, want we weten natuurlijk dat je hierheen moet gaan voor een bepaalde challenge in week 9 volgens mij. Niet helemaal zeker. Maar dat kan het toch niet zijn. Ik bedoel, doen ze deze enkel en alleen erin voor een challenge? Lijkt me sterk. Hij moet in ieder geval wat gaan doen, denk ik. Hoop ik in ieder geval een klein beetje. De rubberen eend is eigenlijk het nieuwe, ja, event kan ik het ook weer niet noemen, want het is niet echt een event, maar sowieso wel een dingetje wat we goed in de gaten moeten houden. Maar goed, gaat hij erop? Blijft hij er drijven? Gaat hij door de waterval heen? Een geheime ingang? We weten het, nou, misschien vandaag wel, want hij is echt heel erg dichtbij. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit mensen gaat ook over iets wat we goed in de gaten moeten houden. Het gaat namelijk over de robot, die weer een giga-upgrade heeft gekregen. Namelijk, jullie zien het hier in beeld, zijn linkerbeen, of eigenlijk vanaf deze kant de rechterbeen, die is, die is toegevoegd. En dat is natuurlijk super dik. Volgens mij is er ook een enorme rand omheen toegevoegd. Misschien is die ook wel iets lager gezet. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Holy damn, dit wordt echt een mega robot. Dat is echt niet normaal meer. We hadden natuurlijk dit van tevoren nooit verwacht, dat er zo'n grote robot in de game ging komen. Maar ja, Fortnite is... Het is vaak zo dat het niet echt teleurstellend is met dingen die ze doen qua events. Meestal is het echt big en dit keer bewijzen ze zich nogmaals. Dit is inderdaad echt big. De robot wordt echt dubbel keer zo groot als de benen waarschijnlijk. Ja, dat is enigszins ook wel logisch, want ja, dat is gewoon zo. Dat weet ik gewoon vrij zeker. De robot is jammer genoeg niet helemaal af. Maar het gaat niet lang meer duren, mensen. De robot gaat super hard qua buildings. Maar dat is niet het enige, mensen. Want we zien namelijk ook rondom de robot. En niet alleen rondom de robot. Namelijk ook bij de mall. Volgens mij ook in Neo Tilted. We zien de propaganda posters. Zien we op van die banners staan. En die veranderen zeg maar constant. En dat is niet het enige. Ook van die warning signs zien we door de hele map heen. En wat betekent dit? Nou, waarschijnlijk dat het event binnenkort gaat plaatsvinden en dat we ons moeten voorbereiden. Ik denk dat dat het teken is. Dus dit is zeer interessant om te zien door de hele map heen. Tenminste, op sommige plekken zien we deze propagandaposters en van die warning signs. Dus mensen, nogmaals, hou alles goed in de gaten in de map. Zie jij iets, stuur het naar onze Twitter, stuur het naar onze Instagram en wij zullen het behandelen. Mensen, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat over een nieuwe leak. Namelijk de Singularity skin. Die is helemaal geleakt, zoals jullie hier ook zien. Holy damn, deze skin krijg je eigenlijk wanneer je een bepaalde hoeveelheid fortbytes hebt gehaald. Maar iemand heeft gewoon al deze skin kunnen unlocken. Dat is natuurlijk super vet. Ik weet niet precies wanneer deze skin unlockable wordt. Op welke dag. Misschien wel vandaag. Dan zou dit topic een beetje awkward zijn. Maar in ieder geval, iemand heeft van tevoren al deze skin gekregen. En ik ben benieuwd of hij er ook mee heeft kunnen spelen. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk enkel en alleen zag hij hem in zijn locker staan. Ik denk niet dat hij ermee heeft kunnen spelen. Lijkt me een klein beetje raar. Maar hij zit volgens mij wel in de files. Dus ja, hey. Misschien zou het ook wel weer wel kunnen. Nou, ik weet het niet. In ieder geval apart dat deze persoon het al in zijn locker heeft staan. Een hele toffe skin. Ga ik hem krijgen? Waarschijnlijk niet. Want ik heb letterlijk heel erg weinig van die fortbytes opgepakt. Laten we doorgaan naar het allerlaatste topic. En dit, mensen, gaat natuurlijk weer eventjes over de nieuwe challenges die eraan gaat komen. De allerlaatste week in Season 9. Het gaat over week 10. Of zeg ik dat verkeerd? Want dit is natuurlijk niet de allerlaatste week. Want we krijgen 2 overtime weken. En maar goed, in ieder geval, dit zijn de laatste challenges. De week 10 challenges. En jullie zien ze hier in beeld staan. Complete any of the 4 challenges to unlock the reward. En dan krijg je uiteindelijk natuurlijk 10.000 XP als je al deze challenges doet. Maar wat moet je dan precies doen? Use an airstrike in different matches. Makkelijk. Damage opponents with shotguns. Easy peasy. Search 7 ammo boxes in a single match. Is enigszins nog wel irritant. Visit different public service announcement signs at Neo Tilted, Pleasant Park. Oh, dat is letterlijk. Oké, dat zijn dus die propaganda posters waar ik het net over had. Stage 1, stage 2, stage 3. Nou, die zijn redelijk makkelijk als je het zo bekijkt. Eliminate opponents in Pleasant Park or Paradise Palms. Nou, die is ook wel redelijk makkelijk, denk ik. Och, Pleasant Park wordt zo druk, hè. En damage opponents with a pickaxe. Nou, die is redelijk makkelijk. Als iemand down ligt, gewoon eventjes pickaxen. Mensen, dit was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze update video. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg gewaardeerd worden. We gaan dus voor die 3000 likes. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om helemaal niks meer te missen over Fortnite. En als je zou willen, kun je natuurlijk ons supporten in de itemshop met de support en creator code. Te veel gevraagd. Mensen, tot de volgende video. Geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. En peace out.